Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Zeg niet zomaar blauwe bes tegen elke bes dat er blauw uitziet, zoals de bosbes. En wat precies het verschil is, gaat Peter hier in Oostmalle kunnen verduidelijken. Lekker. Hopla. Zo is het. Vogelnetten. Ja, anders eten ze alles op. Ja, ze vinden het ook best lekker. Ja, dat zal wel. Mooi, hè? Zalig. En wat is nu, van waar komt dat misverstand dan eigenlijk tussen de blauwe bes en de bosbes? Ja, bosbes is veel langer in België aanwezig al. In de Ardennen, in de bossen, kon je wel eens bosbessen gaan plukken, gewoon in het wild. Mm-hmm. Maar hier in de winkels heb ik bijna nog nooit bosbessen zien liggen. Dat zijn altijd blauwe bessen. En die naam bosbes, omdat het zo hard op een blauwe bes gelijkt, zijn ze blijven gebruiken, ook voor de blauwe bes. Maar kijk, deze is nu niet volledig rijp, maar als je die openbreekt, ziet die groen glazig van binnen. Ja. En bij een bosbes is dat zwart. Ja. En het kleurt ook heel sterk. Als je aan het oogsten bent, krijg je bij bosbessen zwarte handen. En als je het eet, ook een zwarte tong. En dat is bij deze niet dat het geval? Dat is bij deze niet het geval, nee. Het is wel lekker, hè? Fantastisch lekker, hè? Amai. Een bom aan vitamine. Wat zit daar nog allemaal in? Ja, vitamine, antioxidanten. En antioxidanten die vertragen het verouderingsproces. Eerste. En antioxidanten zouden zelfs goed zijn voor het geheugen, dus nooit niet verkeerd. Hè? Ik heb daar wel last van, dus ik zal veel bosbessen zien. Ik ben het al vergeten. Blauwe bessen eten. Ja. Supergoed. En hoe herkent je nu echt een goede blauwe bes? Waar moeten de mensen op letten? Je ziet hier een donslaagje op een bes liggen. Zo'n mist. Hè? Een witte schijn, precies. Ja. Dat wil zeggen dat het een verse bes is. Mm-hmm. Een vitale bes, gezond, niet te lang bewaard, niet te rijp. Want als je ze nu gaat opwrijven, dan wordt dat volledig echt donkerblauw. Als de bessen zulke kleur hebben, dan zijn ze ofwel te rijp ofwel mechanisch geoogst. Daar is iets mee gebeurd. Zalig, dikke merci. Peter, ik ga terug naar mijn keuken. Ik ben Amerikaanse pancakes aan het maken, maar wel met Belgische blauwe bessen. Merci voor alle info en om die mythe uit de wereld te helpen. Dat is graag gedaan. Blauwe bessen zien lichtgroen van binnen. En zijn lekker van bij ons.